Meervoudige medaillewinnaar, NK's en voormalig Nederlands sprintkampioen, doet van zich spreken Jeroen Baars. Geboren in Rotterdam, opgegroeid in Barendrecht, in voorbereiding op de zwemcups en later dit jaar het NK in eigen huis, Rotterdam. We zochten hem op in zijn thuisbad, een zwembad van Olympische allure. Dinsdag, zomaar in Rotterdam, bij Rotterdam Zwemming. Ja, leuk. Ja, welkom, zou ik zeggen, in dit mooie bad hier, zwemcentrum Rotterdam. Een Olympisch bad. Ja, Riemastenbroek bad. Ja. Een oude zwemster, 100-jarig bestaan vorig jaar hier. Dus... En hier gaat het straks gebeuren. Zeker, in juni, de NK in Rotterdam. 27 jaar. Ja. Hoe lang al zwemmen? Oeh, ja, vanaf mijn zesde jaar, dus al ruim 20 jaar zwemmer. Ja. Gaat hard. Dat zeggen ze wel bij de KNSB. Een leven lang zwemmen. Ja, daar ben ik het helemaal mee eens. Helemaal mee eens? Ja, wat mij betreft blijft iedereen echt zo lang mogelijk zwemmen. Want, ja, als je kijkt door de jaren heen, blijf je eigenlijk altijd progressie houden. Elke keer op een andere manier. Geboren in Rotterdam. Ja. En toen? Daarna vanaf mijn achtste verhuisd naar Barendrecht. En daar kon nog steeds wonen. Zeker. Ja. Wat was je eerste club? We begonnen hier eigenlijk in het oude zwembad, wat hiernaast stond. Zwembad Scharlet bij de Spartaan. En zo via een Poseidon 56, Ridderkerk en MSC Dordrecht weer terug in Rotterdam. Terug naar de basis, terug naar de thuisbasis. Zeker, en dat voelt toch wel erg prettig. Dat is toch waar je de meeste binding mee hebt met deze stad. Een echte waterstad ook eigenlijk wel. Ja. Wat maakt jou een sprint? Ja, het is een combinatie van door de jaren heen niet al te veel uren gemaakt. Waardoor je eigenlijk elke training volle bak kan geven. Bij Poseidon 56 zonder 3 uurtjes in de week. Ja, dan kan je 3 keer een uur volle bak knallen. En dan word je ook automatisch meer een sprinter. En dat in combinatie met mijn lengte, lange armen, grote voeten en een stabiele basis, core basis. Ja, maken van mij wel echt een sprinter. Ja. Mijn leermeester, ik heb er eigenlijk twee momenteel. Dick Bronder allereerst. Die is echt van de technische aanwijzingen van de periodisering. En daarnaast hebben we ook Cor van der Wil. En hij begeleidt ons meer bij de wedstrijden. Om schoolslag zwemmen probeer je beenslag iets smaller te houden. Dan de ultieme vraag. Met wie moet ik je vergelijken als sprinter? Jesse Puts, de krachtman. Ben Zwieters, de techneut. Technisch. Voorbij. Of aan de jonge hond, met eerbied gezegd, van Aqua, Niels Kastanje. Ik zit eigenlijk tussen Jesse Puts en Niels Kastanje in, denk ik. Ja, ik heb een beetje het tengere van Niels Kastanje, maar toch wel iets meer de kracht van Jesse Puts. Dat belooft nog wat. Ja. Je houdt het wel spannend en wij zullen het volgen. Ga, leuk. Ga jij een story schrijven? Al is het alleen maar voor jezelf? Nou ja, graag. In het thuisbad pieken op een NK. Zo vaak krijg je die kans niet in je zwemcarrière. Ja, als er een moment is, dan is dat wel het moment. We zullen hem volgen. Wie weet. Een nieuw Nederlands record.